De woorden die Jezus vandaag gebruikt voor de schriftgeleerden en fariseeën zijn woorden die wij zonder meer kunnen herkennen als wij moeten beschrijven wat het probleem is in deze wereld. En met name bij hen die deze wereld regeren. Alles wat zij doen, doen zij om bij de mensen op te vallen. Belust op de ereplaatsen, ze willen zich graag laten groeten en willen allerlei eretitels hebben. Meester, leraar, vader. De grootste zijn. Is dat niet wat wij zien gebeuren telkens weer, generatie op generatie? In zoveel landen. Nu zegt Jezus wel, wie de grootste is, moet uw dienaar zijn. En eigenlijk beseft iedereen dat wel. En daarom, degene die het grootste zijn, degene die het voor het zeggen hebben, zeg maar in de regering, onze mensen die ons regeren, en die dan de ministers zijn, dragen notabene dan ook die titel. Want minister is het Latijnse woord voor dienaar. Maar tegelijkertijd zien we wereldwijd dat mensen vaak meer vastzitten aan macht dan aan het dienen. En als men dreigt de verkiezingen bijvoorbeeld niet te winnen, dan is geen middel dat ongebruikt wordt gelaten om een tegenstander uit het veld te ruimen, te vergiftigen, op te sluiten, zwart te maken. Na afloop te roepen dat de verkiezingen gestolen zijn, enzovoort, enzovoort. En als de ene kandidaat het wint door de andere corrupt te noemen, blijken ook nieuwe leiders weer even corrupt te zijn, of nog erger. Dat is de realiteit die we zien. En toch, blijkbaar is dat niet alleen iets wat bij de grootste van deze wereld hoort, maar iets wat in ons mensen zit. Het kwaad om de eerste te willen zijn en daarmee zoveel kwaad anderen aan te doen. Jezus wijst precies een tegenovergestelde weg. Hij komt niet bij de leerlingen met een training om vooral assertief op te treden, om op te komen voor jezelf, om niet over je heen te laten lopen. Dat wat wij onze kinderen leren, om te zorgen dat je er bent. Want als jij niet opkomt voor jezelf, zal een ander dat niet doen. Jezus noemt, en we kunnen het gerust wereldvreemd noemen, met een hele andere regel. Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn. Want alleen wie zichzelf vernedert, zal verheven worden. Hoe kunnen wij deze Jezus volgen? Hem begrijpen is al moeilijk, hem volgen onmogelijk. En toch zien wij juist in Jezus dat hij de Ebed Yahweh is, waar Jesaja de 7e eeuw voor Christus al over sprak. Ebed Yahweh, in het Hebreeuws letterlijk vertaald, de dienaar van Yahweh, van God. De dienaar die zich de baard liet uitrukken, die wordt gegezeld, die zijn stem niet laat horen zoals een schaap dat stom naar de slagbank wordt geleid. Zo is Jezus. Hij laat zich slaan. Hij verdedigt zich niet. En als de minste van allen sterft hij als een slaaf aan het kruis. Deze Jezus heeft zijn eigen woorden in vervulling laten gaan door zelf te doen wat hij ons voorhoudt. Maar kunnen wij dat en willen wij dat? Toch zouden we ons heel eenvoudig kunnen afvragen, wij gaan allemaal met allerlei mensen om. Met voor welke mensen heb je het meest respect? Bij welke mensen ben je het liefst? Zijn dat de schreeuwers? Zijn dat degenen die vooraan staan, die met ellebogen werken, die over anderen heen gaan? Of zijn dat juist degenen die weten te zwijgen, die ook onrecht aan zich laten gebeuren
Ja, die nederig zijn. Ongetwijfeld zijn het juist deze nederige mensen die aantrekken. Maar hoe kan ik dat doen? Ik die zo anders in elkaar zit. Ik die niet over mezelf laat heen lopen, maar terugsla als ik geslagen word. Maar nu, misschien dat God ons juist in onze zwakheid te hulp komt. Want als wij onszelf niet kunnen vernederen, worden wij dan niet vernederd door onze eigen zonden? Onze eigen zonden zijn het die ons doen, die hebben ons laten struikelen, ons klein hebben gemaakt. En dan, als we dat zien, als we onze eigen zonden onder ogen durven zien, ja, als we ze durven opbiechten, maak je je inderdaad klein. En dan komt God ons in onze kleinheid te hulp. Dan zal degene die zich vernedert en die erkent dat hij maar klein en zwak is, door God worden opgericht. Want hij is goed en barmhartig voor klein.